De reden waarom we hier vandaag in Spanje op de tweede editie zijn van het Big Science Business Forum is om aanwezig te zijn binnen die internationale community van zowel bedrijven als opdrachtgevers voor technologische investeringen. Het is heel belangrijk dat we de barrières proberen zo laag mogelijk te maken voor bedrijven om toegang te hebben tot die internationale markten. Er zijn zeker opportuniteiten te vinden. Als we het uitdrukken in investeringen, dan hebben we het over 35 miljard aan investeringen voor de komende 5 jaar. Dat gaat zowel over infrastructuur, basisinfrastructuur zoals gebouwen en dergelijke, maar ook heel gesofisticeerde apparaten en meetinstrumenten die op maat worden gemaakt. Het is heel belangrijk dat die internationale samenwerking gestimuleerd wordt, omdat ten eerste één land niet in staat is om die infrastructuren te bouwen. Dus zowel financieel als technologisch worden de krachten gebundeld. En het is ook heel belangrijk dat de juiste nichecompetenties worden aangesproken. Dus enerzijds, wat is het voordeel van onze bedrijven om deel te nemen aan die internationale gemeenschap van technologie-investeringen? Men kan zich benchmarken ten opzichte van andere bedrijven in het buitenland. Dus men kijkt wat de staat is van de huidige technologie in een bepaald domein. Maar wat ook belangrijk is het feit dat veel van onze bedrijven een tier 2 of tier 3 rol kunnen spelen naar grote internationale spelers toe.